witte badjas, Ron? Waar hangt die? Ik weet niet, die ligt ergens zo gefrommeld in de kast volgens mij. Ja. Die zal hier ergens in de hoek liggen, ja. Ik heb er te veel van. Ja. Denk je er vaak aan nog? Denk je er vaak? Ja. 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 Ja, eigenlijk wel, ja. Filena, de aanname is niet helemaal geweldig. Het schot is nog aardig. Toornstra voor de 3-0. De verloren bekerfinale 22 april tegen Feyenoord kwam hard aan. AZ speelde onherkenbaar en de Rotterdammers waren de terechte winnaars. Als ik aan de wedstrijd terugdenk, dan ja, heb ik niet echt het gevoel dat we echt een kans hebben gehad. Nee. En of eigenlijk moet je het anders zeggen, dat we onszelf een kans hebben gegeven. Maar wanneer merkte je dat, dat niet iedereen top was? Wanneer had je dat door? Nou, dat had ik wel al vrij snel door in de wedstrijd, omdat wij ballen verspeelden. Dat we keuzes maakten die we eigenlijk nooit maken op die manier. En het was 1-0 bij rust. En ik dacht wel van ja, eigenlijk kan het niet veel slechter gaan dan de eerste helft. Maar ja, we konden het helaas niet rechtzetten. En dat was heel, heel jammer. We waren er klaar voor. Natuurlijk is er veel te doen geweest om de manier van spelen. Maar daar hebben we heel lang aan gewerkt om dat tot in de puntjes zeg maar, voor te bereiden met die jongens. Maar één ding, ja, en dat, het blijft voetbal, één ding is nooit te voorspellen. Ja, wat is de vorm van de dag? En kijk, ik zeg altijd, als je 11 spelers op het veld hebt en 2 hebben de vorm wat minder, die worden omhoog getrokken door de rest. En bij ons waren te veel spelers, haalden hun niveau niet. Maar hoe kan dat? Ja, dat is de goede vraag. En dat is iets wat mij enorm bezighoudt. Het was vorig jaar zwaarder voor mij, omdat toen speelde tegen Vitesse en ja, nu speelde je tegen een betere tegenstander en die bleek ook uiteindelijk beter. Het was meer berusting zeg maar en dat we tegen dat soort clubs gewoon nog stappen hebben te zetten en dat werd in die wedstrijd weer bevestigd. En nogmaals, dat ligt echt puur bij onszelf denk ik.